Anke hier dus van Love for Oils. En in deze video wil ik het met je hebben over waarom jij zou kiezen voor de essentiële oliën van Young Living. Hè? Net als mij, ik heb gekozen voor de oliën van Young Living. Ja, waarom die oliën? Hè? Waarom niet een ander oliemerk? Want ja, de keuze is reuze natuurlijk. En nou ja, daar heb ik achter de schermen met wat mensen over gehad de afgelopen week. En ik dacht van, god, dat is ook wel even goed om daar gewoon weer eens even een video over te maken. Om dat gewoon helder te hebben voor iedereen hier. Weet je, nou waarom de oliën van Young Living? Er zijn een heleboel redenen. Hè? Ik bedoel, ik kan de algemeen bekende redenen opnoemen die ik wel vaker heb genoemd. En dat is natuurlijk dat Young Living een van de oudste en meest gerespecteerde essentiële oliebedrijven in de wereld is. Dat ze al meer dan 25 jaar ervaring hebben in research, in onderzoek. En dat ze ook overal onderzoek naar doen en zo dus precies weten op welk moment de planten het beste geoogst kunnen worden en hoe lang en op wat voor temperatuur er het beste gedestilleerd kan worden, zodat jij de beste kwaliteit olie krijgt. Hè? Want ook dat is allemaal super belangrijk. Het moment waarop een plant wordt geoogst, hè? Hoe lang er wordt gedestilleerd, op wat voor temperaturen wordt gedestilleerd, dat heeft allemaal invloed op de kwaliteit olie. Hè? Ik bedoel, lavendelolie. Laat ik het zo zeggen, de ene lavendelolie is de andere lavendelolie niet. Dan kunnen ze allebei nog zo puur en dergelijke zijn. Als jij niet weet wat het beste moment is om de lavendel te oogsten. En binnen wat voor termijn die lavendel dan gedestilleerd moet worden. En wat dan de beste temperatuur is en de beste duur, al dat soort zaken. Ja, dat heeft gewoon invloed op de kwaliteit van jouw olie. Nou, Young Living heeft... uitgebreide research teams en doen daar ook allemaal research naar, doen daar onderzoek naar. Waarom? Omdat, en hoe kunnen ze dat? Omdat zij hun eigen boerderijen en hun eigen destilleerbedrijven hebben, of partnerboerderijen en partnerdestilleerbedrijven. En dus kunnen ze invloed doen. Hè? En hebben ze invloed en kunnen ze onderzoek doen naar dat soort zaken en weten ze dat dus. Hè? En dat is gewoon heel belangrijk als het gaat om de kwaliteit voor je olie. Een andere reden is dus, wat ik net ook al zei, Young Living heeft zijn eigen boerderijen, heeft zijn eigen destilleerbedrijven en partnerboerderijen, partnerdestilleerbedrijven. En daar kan je ook zelf naartoe. Hè? Ik ben het afgelopen jaar naar Kroatië geweest. En daar ben ik onder andere op de Helichrysum boerderijen geweest, hè, waar Helichrysum wordt verbouwd. En in de distillery, destilleerbedrijf, dat is wat zo'n raar woord, hè? Distillery klinkt dan toch leuker. Ook in Kroatië, bij Split is die. En daar gezien hoe onder andere Helichrysum werd gedestilleerd. En met hoeveel liefde en hoeveel zorg en passie dat allemaal gaat. Ja, dat was toch ook echt wel weer... een moment dat mij dan gewoon weer extra in mijn keuze bevestigt van weet je wel, ik zit echt bij het oliemerk waar ik bij wil zijn. En de boerderijen en de distilleries zijn gewoon te bezoeken. In coronatijd was dat even wat lastiger, maar nu kan dat gewoon weer. Afspraak maakt, dan kan je erheen, dan kan je de dingen bekijken met eigen ogen. En dat is gewoon zo bijzonder. Hè? En een paar jaar daarvoor ben ik ook nog in Spanje geweest, in Sevilla. En daar op een Frankensens distillery geweest en op een Cistus boerderij. En dat blijft gewoon zo magisch, hè? Om te zien hoe de planten, hoe dat allemaal gaat, hoe daarvoor wordt gezorgd, met hoeveel liefde. En vanaf het begin tot het eind, hè? Want bij de Helichrysum boerderij, dan weet je, dat geldt voor alle boerderijen, dus hoe de zaadjes worden uitgezocht, de zaadjes worden geplant, hè? De babyplantjes worden overgeplant en al de dingen, weet je wel. Echt van begin tot eind heeft Young Living alles in eigen beheer, doordat ze dus hun eigen en partnerboerderijen en distilleries hebben. En dat is gewoon heel belangrijk. Hè? En dat maakt Young Living ook wel uniek als het gaat in essentiële oliewereld, essentiële olieland. Dat ze dus invloed hebben op het hele proces. Hè? Omdat het hun eigen boerderijen en distilleries en dergelijke zijn. En dus kunnen zij bepalen nou ja, welke zaden de grond ingaan, hè, wat er allemaal gebeurt op de boerderij in het hele proces van het groeien en het oogsten van de plant. En wat er allemaal gebeurt tijdens het destilleren en al dat soort zaken. En heel veel merken, heel veel bedrijven kunnen dat niet. Hè, omdat die niet hun eigen of partners hebben in wat betreft boerderijen en distilleries en dergelijke. En dan kan natuurlijk een ander nog zo mooi zeggen van ja, dit is allemaal heel goed behandeld. Maar je weet het niet, hè, omdat je er niet bij bent geweest, omdat je het niet met eigen ogen hebt gezien. En daar ook geen invloed op hebt in de zin van nou, dat je dus kan bepalen, ik wil dat een lavendel pas wordt geoogst als de suikerwaarde van de plant boven dat niveau is, omdat ik weet dat je dan de beste kwaliteit olie hebt. Dat soort dingen kan je alleen maar doen als jij daar invloed op hebt. En kijk hoor, ik wil nog wat zeggen. Wat was dat? Nou ja, als je het dus hebt ook over dingen als bestrijdingsmiddelen en pesticiden en dergelijke. Dat wordt uiteraard allemaal niet gebruikt bij de oliën van Young Living. En dat geldt ook bij meerdere oliën. Want ik kreeg ook de vraag, kwam van de week bijvoorbeeld weer voorbij van, nou ja, biologisch, hoe zit het dan met dat biologische keurmerk? Hè? Ik zie bij sommige oliën een biologisch keurmerk staan. Young Living heeft geen biologisch keurmerk op de potjes staan. Hoe zit dat? Nou, wat ik belangrijk vind dat je snapt is, biologisch keurmerk is een prachtig keurmerk, maar dat geldt dus alleen, hoe zeg ik dat? Nou, dat gaat dus, laat ik het zo zeggen, dat gaat dus alleen maar over het proces van het groeien van de plant en het oogsten van de plant. Want biologisch gaat over, ja, als zo'n plant in de grond zit, zeg maar. Dus als iets, als een olie, een essentiële olie, het keurmerk biologisch heeft, ja, dat is heel mooi. Maar dat zegt dus alleen maar iets over, ja, hoe die plant is behandeld, wat er met die plant is gebeurd, terwijl hij nog met zijn wortels in de grond stond, zeg maar. Dus dan weet je met enige zekerheid dat daar geen bestrijdingsmiddelen en pesticiden zijn gebruikt. Maar je weet dus niet wat er met die plant is gebeurd tijdens het destilleren. Of daar bijvoorbeeld wel oplosmiddelen en dergelijke zijn gebruikt. Want daar gaat dat biologische keurmerk niet over. Hè? Dat gaat alleen maar over dat stuk van het in de grond zijn van de plant. En dan denk je dus dat je een olie gebruikt, waar geen chemische middeltjes, gifstoffen en dergelijke in zitten. Maar dan kan je dus, wat is het woord daarvoor? Nou goed, dan kan je dus teleurgesteld raken om er dan achteraf achter te komen dat de kans dus toch wel aardig groot is. Want dat keurmerk zegt niks over hoe er wordt gedestilleerd. En wat er dus heel veel gebeurt, is dat er bij het destilleren oplosmiddelen worden gebruikt. Waarom doen mensen dat? Omdat je dan gewoon veel meer olie uit de plant kan trekken. Hè? Dat is de hele reden. En als jij er meer olie uit kan trekken, heb je dus meer olie om te verkopen. En kan je die olie ook goedkoper verkopen. Weet je, dat gaat er sneller uit en dat is allemaal makkelijker en dergelijke. Dus dat is gewoon zo belangrijk om te beseffen. Maar goed, oplosmiddelen, ja, dat zijn chemische middelen. En die komen toch ook in jouw olie terecht. Hè? Dus op het moment dat jij een olie gebruikt met een biologisch keurmerk, waar wel oplosmiddelen zijn gebruikt in het destilleerproces, krijg je nog steeds geen goede stoffen binnen. Dus dat, weet je, belangrijk om te beseffen. En wat er gewoon aan de hand is, veel van de oliemerken die je ziet in de winkel, ja, die bevatten nog, of die kunnen in ieder geval nog restanten van oplosmiddelen en andere chemische middelen bevatten die gebruikt worden, om dus die etherische stoffen uit de plant te halen. En ja, hoe erg is dat? Laten we daar eens even over hebben. Nou, als jij dus normaal gesproken, als jij dan je essentiële olie gaat verwarmen, als jij dus een brandertje gebruikt, ik had altijd een voorbeeld hier staan. Oh ja, hier op de grond. Ik zal hem even erbij pakken. Ik bewaar hem omdat hij zo leuk is. Ik heb deze ooit op de Schelling gekocht, volgens mij, dacht ik. In de pottenbakkerij daar, die er niet meer bestaat. Maar ik wilde gewoon iets hebben uit die pottenbakkerij. En dit was voor mij het goedkoopste. Ik dacht van nou, dan doe ik dit dingetje. En toen was ik helemaal nog niet met essentiële olie bezig. Maar dit is dus een brandertje. Hè? En hier doe je dus wat essentiële olie, of doe je wat olie in. Het kaarsje gaat aan. En ook wat water doe je er nog bij, volgens mij. Hè? Water, essentiële olie, kaarsje aan. En dan, wat er dan gebeurt is, dan verbrand je je olie. Hè? Dan verbrand je de essentiële olie. Nou ja, is dat erg? Als jij dus, ja, dat is van hoe je er naar kijkt, hè? Want door het verbranden van de essentiële olie gaat de therapeutische werking van de olie verloren. Hè? Door die hoge temperaturen, ook al is het maar een klein, nou ja, hè, een klein vaccinelichtje, het wordt toch behoorlijk heet. Je verbrandt de olie en de therapeutische waarde gaat verloren. Dus het doet niks meer voor je. Hè? Dus daarom zeg ik altijd, geen brandertjes gebruiken, want ja, gewoon zonde. Maar goed, het voordeel van zo'n brandertje is dus wel dat als jij een olie gebruikt waar nog restanten van oplosmiddelen en andere chemische stoffen in zitten, dat die dan normaal gesproken verdampen en dan heb je er niet heel veel last van. Maar smeer je zo'n olie dus op een huid, ja, dan wel. Hè? Of neem je zo'n olie in, wat je eigenlijk al helemaal niet zou moeten doen. Hè? Zo'n olie waarvan je dus niet zeker weet, hè, of die nog restanten van oplosmiddelen en dergelijke bevatten. Ja, dan komt het dus wel in je systeem. Hè? Dat. Ga je dus een olie diffusen met een simpele diffuser, laat ik het zo maar even zeggen, die ook opwarmt, ja, dan verdampen als het goed is die chemische stoffen ook. Gebruik je een diffuser zoals wij bij Young Living hebben, dit soort diffusers, dit zijn, ja, wat we dan noemen koud water diffusers. Hè? Dus deze diffusers die warmen niet op, die, ja, verstuiven die diffuser koud. Dan krijg je dus, als je daar dus goedkopere oliën in doet, hè, laat ik het zo maar even zeggen, waar zeer waarschijnlijk nog restanten van oplosmiddelen en dergelijke in zitten, ja, dan komen die stoffen dus wel in de lucht. Hè, en dan adem je ze dus ook in en dan komen ze ook in je bloedbaan terecht. En het zijn maar mini-druppeltjes, maar ze zijn klein genoeg om dus ver genoeg in je longen binnen te dringen en om die stoffen in je bloedbaan af te geven. Dus dat, hè, dus... Als jij ervoor kiest, op wat voor reden dan ook, ja, dat is helemaal je eigen keuze natuurlijk, hè, om dus wel met olie, om olie te gebruiken van de winkels, waarvan je gewoon niet zeker weet of er nog oplosmiddelen, restanten in zitten, doe die dus niet in zo'n koud water diffuser, hè, als een diffuser van Young Living, want dan krijg je dus de troep ook nog binnen. Andersom moet je dus oliën van Young Living niet in een brandertje doen. Want ik zei het al, hè, met zo'n kaarsje, dan gaat de therapeutische werking van je olie verloren. En dat willen we ook niet. Kijk, wat je gewoon moet snappen, hè, met olietjes die je in de winkels vindt, en ik ga geen namen en merken noemen, want dat wil ik allemaal helemaal niet. Ja, het gaat gewoon om de geur. Hè? Het gaat erom dat het lekker ruikt. En dat is ook wat er overblijft. Hè? Alleen de geur. Als je zo'n olietje dus hierin verbrandt, ja, dan blijft er alleen de geur over. De therapeutische werking is verdwenen. Als het goed is, zijn hopelijk ook de gifstoffen opgelost, dus die komen dan ook niet meer binnen. Maar doe je dus zo'n olie in deze diffuser, ja, dan verdampt dat allemaal niet. Hè? Dan alles komt binnen, zeg maar. Dus ja, weet dat gewoon. Hè? Mijn advies zou zijn, ja, gebruik gewoon de beste olie die er zijn, of gebruik het niet, weet je. Dan steek dan een geurkaars aan, wat ook genoeg schadelijke effecten heeft. Maar goed, dat is niet het onderwerp van deze video. Omdat je gewoon zeker wilt weten dat je niet nog meer troep binnenkrijgt. Hè? Wat is de belangrijkste reden waarom we essentiële olie gebruiken? Nou, wat het voor je kan doen. Hè? Hoe zo'n olie jou lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel kan ondersteunen. En ik wil niet dat jij daar zit en denkt van, oh, lekker, lekker, het ruikt hier heerlijk. En ondertussen allemaal gifstoffen aan het inademen bent. Maar ook niet, hè, dat je dus denkt van, oh, geweldig, ik ben nu goed bezig, maar en je verbrandt de werking van de olie. Dus dat. Ik hoop dat het een beetje duidelijk wordt op deze manier. En ook belangrijk dus om te beseffen, hè, dat als er op zo'n flesje staat, hè, 100% pure olie of 100% natuurlijk, dat is gewoon geen garantie. Hè? Want het hoeft gewoon werk bij ons in Nederland met de ware wetgeving en dergelijke. Want als er op een etiket staat, als het in een flesje of wat dan ook, hè, als er ergens 5% 100% puur in zit, dan mag een fabrikant dus op de verpakking zetten dat er 100% puur in zit. Dus als er in zo'n flesje 5% pure olie zit en de rest is allemaal gewoon synthetisch nagemaakt, dan mag er dus op zo'n flesje worden gezet van, nou, bevat 100% pure olie of bevat pure olie, omdat er dus een mini beetje pure olie in zit. Geldt voor alles, hè. Als jij een pak sinaasappelsap koopt uit de supermarkt en daar staat op puur sap, wil niet zeggen dat het hele pak puur sap is. Hè? Dat wil alleen maar zeggen dat er dus minimaal 5% puur sap in zit. En dat de rest water en poeder is. Ja, weet je, dat is gewoon hartstikke bedriegerij dat mag. Maar goed, dat is gewoon de wet. Hè? Dat mag. Dat mogen ze zo zeggen. Dus belangrijk, hè, om dat te weten en daarbij stil te staan. Dus de meeste oliën die je dus tegenkomt in de winkel bevatten mogelijk gewoon nog resten van oplosmiddelen en andere chemische stoffen, omdat dat wordt gebruikt bij het destilleren. En dan maakt het niet uit of het biologisch opstaat of niet, omdat dat alleen maar iets zegt over wat er is gebeurd met de plant, terwijl hij dus nog met zijn wortels in de grond stond, maar niks over het destilleren. En dat is dus een van de grootste manieren waarop gifstoffen bij oliën komen, bij het destilleerproces, als daar oplosmiddelen en dergelijke bij worden gebruikt. Plus natuurlijk, als ze dus, wat we net zeiden, een klein beetje olie in een flesje doen en daar voor de rest gewoon synthetische vervangers aan toevoegen, om op die manier de olie gewoon goedkoop te kunnen verkopen. Als je die dus in zo'n brandertje doet, dan met een beetje mazzel verdamp je dus de meeste gifstoffen, hè, en komt dat niet binnen. Nou, dat is mooi. Maar je verbrandt dus ook de therapeutische werking van de olie. Dus eigenlijk is het alleen nog maar een beetje een geurtje wat je overhoudt. En daar is het dus met die oliemerken ook om te doen. Dat het gewoon een beetje ruikt, dat het lekker ruikt. Hè? Want dat is wat we allemaal willen zogenaamd. Hè? Lekker ruikende dingen. Maar het doet dus verder helemaal niks meer voor je. Smeer je dus die merken op jouw huid, of neem je zo'n olie in, dan heb je dus nog steeds kans dat er dus ook oplosmiddelen, restanten en zo in jouw lijf komen. En ja, ik zou dat persoonlijk dus niet willen. Daarom werk ik met de olie van Young Living. Hè? Dit merk. 100% puur. Gegarandeerd, is niks mee gebeurd. Hè? Niet tijdens het proces van de planten, terwijl ze dan met hun wortels in de grond stonden. Maar ook niet bij het destilleren. Ook daar worden geen oplosmiddelen of andere gekke stoffen gebruikt. Dus deze oliën, hoe ik erin sta, is gewoon het beste van het beste. Deze oliën van Young Living moet je dus niet in een brandertje gebruiken, want dan, dan verbranden de oliën en verlies je de therapeutische werking. Deze oliën kunnen het beste dus gebruikt worden gewoon in een koud water diffuser zoals deze. En kan je natuurlijk ook gewoon smeren op je huid. Ik zou wel beginnen met een basisolie om die te gebruiken, om het te verdunnen. Vooral als je niet echt gewend bent aan het gebruik van essentiële oliën, om dat gewoon zo rustig aan op te bouwen. En sommige van deze oliën, niet allemaal, sommigen kan je ook met mate innemen. Want puur is puur. Hè? Ik bedoel, als jij een sinaasappel op kan drinken of op kan eten, dan kan je ook een sinaasappeloliedruppeltje innemen, als die echt puur van die sinaasappel komt en daar geen andere dingen mee zijn gebeurd. Dus dat wilde ik even met je delen. Wil je ook met deze olie aan de slag, hè? Met de olieën van Young Living? Er zijn verschillende manieren. Je kan een paar flesjes los op mijn website bestellen. Hè. Ga dan gewoon naar love4oils.nl. En in de shop daar kom je wel van alles tegen. Wil je echt goed aan de slag en wil je dat ik en mijn team je daarbij helpen, dan is de starterskit gewoon de beste plek om te beginnen. Hè? De starterset zitten 12 verschillende essentiële oliën in, plus een diffuser. Zit hier niet bij in, maar die komt er nog bij. Je kan kiezen uit 2 diffusers. En dan, als je een starterskit bestelt bij mij, dan hebben we even overleg over welke diffuser je daar graag bij wilt. En heb je gewoon het meeste voor het minste. Hè? De meeste oliën plus een diffuser voor de beste prijs. Want zou je dit allemaal loskopen, dan kom je rond de 300-350 euro wel uit. Nou, ik denk 350 euro wel. Zou je alleen de oliën loskopen, zit je ook al rond 250 euro. En dat is dus de prijs van de set niet. Hè? Die zit daar nog een flink stuk onder. En dat is gewoon de slimste keuze. Dus dat. Hoe kan je meer informatie krijgen over die starterset? Ga gewoon naar mijn website www.ankevanom.nl/jaikstart. En daar vind je alle informatie over wat er precies in de starterset zit. Wat voor leuke extraatjes je van mij er nog bij krijgt. Plus de prijs, al de dingen. En kan je ook kiezen trouwens of je er nog zo'n fles V6 olie bij wilt. Hè? Hoeft niet. Je kan ook alleen voor de starterset gaan. Maar wil je er ook vast een goede basis of gelijk een goede basisolie bij? dan is de V6 waar de meeste mensen voor kiezen. En gewoon een handige olie om je eigen rollers mee te maken en om de olie op je huid te smeren en dergelijke. En als je die er dus bij bestelt, dan krijg je van Young Living nog een extra product of olie erbij. Hè? Meestal een olie, soms is het een ander product, maar dan krijg je dus nog wat extra's erbij. Ook altijd leuk. En deze maand, hè, bestel je deze maand de starterskit bij mij, dan krijg je van mij ook nog een extra olietje erbij. Heb ik de eerste mensen die vorige week de set hebben besteld, die hebben dat als het goed is hun welkomstpakketje al thuis. En daar zit al een leuke, als verrassing, nog een extra olietje van mij bij. Maar ik heb maar bedacht, dat ga ik de hele maand doen. Vond ik gewoon leuk. Dus dat. En welke olie dat is, het is een verrassing. Ik heb van alles hier liggen. Dus ik kijk gewoon van, wat is leuk. En die stuur ik je dan bij. Krijg je dus niet met je starterskit mee, hè? Want die wordt door Young Living opgestuurd. Maar dat stuur ik je toe samen met de essentiële oliegids en nog wat andere leuke dingen. En dan krijg je dus voor mij ook nog een extra olietje erbij. Dus dat. Hey, ik zet de linkjes ook wel even onder deze video.